Het is eigenlijk ongelooflijk dat je op chemisch afval mag voetballen. Hoe milieuvervuilend zijn rubberkorrels op kunstgrasvelden? Je ziet het hier zwart liggen. Dat is echt het rubber wat van het veld afkomt. Dit zijn gewoon stukken autoband, hè? Ja. En is het gezond om erop te sporten? There were four people who were on the ward, including Lewis, who had lymphomas and leukemias and were regular players on 3G pitches. It just took my breath away, really. Misschien heb je er wel eens van gehoord of sport je er zelf op. Ik heb het over rubbergranulaat. Er liggen in Nederland ongeveer 2000 kunstgrasvelden die zijn ingezaaid met deze rubberkorrels. Maar wist je ook dat die korrels zijn gemaakt van versleten autobanden? Autobanden die wij niet bij het grofvuil mogen zetten omdat er allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen in zitten. Die banden worden dus versnipperd en uitgestrooid op kunstgras. Hoeveel zakken staan hier? Er staan 120 big bags. Dat is allemaal voor één veld? Dat is voor één veld, ja. In totaal liggen er 20.000 versnipperde banden op één veld. Als je op kunstgras voetbalt, kom je hiermee in aanraking. Ja, obviously as a goalkeeper, you spend a lot of time on the floor, a lot of training for your fitness is getting down, getting back up, because that's a lot what goalkeeping is about. So when you're on the floor a lot, you get a lot in your mouth, even without even realizing, but sometimes you catch them in your mouth, you have to spit them out. And then the crumb rubber always gets inside your clothes. You take your clothes off on a night. Even if you just do that, it goes everywhere. Dit is Lewis McQuire. Hij werd gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. We spraken Lewis en zijn vader Nigel in 2016. Lewis is inmiddels overleden. Zijn vader Nigel heeft sterk het vermoeden dat Lewis, die sinds zijn 8e keept, ziek is geworden door sporten op kunstgras. Dat vermoeden begint nadat hij het verhaal hoort van Amerikaanse coach Amy Griffin. Zij houdt een lijst bij van spelers die veel op kunstgras spelen en kanker hebben gekregen. And out of the 200 or so people that she's got on her register or a database, over 100 of them were goalkeepers. And the majority of them had lymphomas. And so it was like, oh, that's... So I immediately switched on the telly, listened to the report, and I was just taken aback because what I heard was basically Lewis's experience. Zembla onderzocht de afgelopen jaren wat er bekend is over de veiligheid van de korrels. Vindt u dat het nog op het rubbergranulaat gevoetbald moet worden? Nee, ik zou het zelf niet doen. Ik ben er erg terughoudend in. Toch gewoon wat je hier ziet. Zou u uw kind erop laten spelen? Nee, dat zou ik nu niet doen, nee. En we onthullen dat schadelijke stoffen uit die korrels ons milieu ernstig vervuilen. Mag ik een vraag, hè? Ik vroeg me af wat jullie aan het doen zijn. Afgevoerd van de week. Oké, maar het is verontreinigd. Ja. En hoe... Sanering, hè? Ja, daarom. Ja. Toch ging de aanleg van velden met rubberkorrels de afgelopen jaren gewoon door. Hoe kan dat? Belangen. It's tires and it's playing fields and it's big business. And unfortunately, big business get away with things they shouldn't get away with. Als we ons onderzoek in 2016 beginnen, zeggen onze en andere Europese overheden al 10 jaar dat er geen gezondheidsrisico's zijn voor sporten op rubberkorrels. Maar we ontdekken dat dit oordeel is gebaseerd op slechts één Nederlands onderzoek. We willen weten hoe het is uitgevoerd. We krijgen het onderzoek in handen en lezen dat 7 spelers van een vriendenelftal voor een wedstrijd op kunstgras slijdings moeten maken, op het veld moeten zitten en er overheen moeten kruipen. Het onderzoek duurt slechts 2,5 uur. Uit urinemonsters van de spelers moet blijken hoe hoog de blootstelling is. Dit is wat een van de spelers over het onderzoek zegt. Hoe realistisch is het ten opzichte van de praktijk? Je kunt wel een paar keer over het veld sliden en kruipend over het veld heen gaan. En goed, je kunt het allemaal opdoen. Maar is dat ook hoe het in de praktijk jij als voetballer in contact komt met dat veld? Wetenschappers die we het onderzoek voorleggen, hebben ook zo hun bedenkingen. It's very unfortunate, I think, that governments would rely on one small study and possibly say everything is fine. I don't think you can draw those conclusions from a small study. De uitzending van Zembla uit 2016 zorgt voor grote maatschappelijke onrust. Er zijn afgelopen weekend ongeveer 40 voetbalwedstrijden niet doorgegaan vanwege de onrust over de veiligheid van kunstgrasvelden. Tientallen clubs lieten die velden vandaag links liggen. Dus nemen sommige clubs maatregelen, ook in Drenthe. Er is op een nij een club die het spelen op kunstgras verbiedt. Sinds de uitzending van woensdag neemt de onrust toe. Nou, ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook moeder. Hè? Dus ik kan me voorstellen als je zo'n programma ziet, dat je daar echt van schrikt. Toenmalig minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, geeft het RIVM opdracht om meteen nieuw onderzoek te doen.
dat moet zo snel mogelijk klaar zijn. Ik wil dat wij als overheid ook uit voorzorg handelen en dat wij dus het RIVM opdracht hebben gegeven tot het doen van onderzoek waar we veel eerder de resultaten van hebben, namelijk nog dit jaar. Het RIVM brengt na 2 maanden onderzoek in december 2016 dit rapport uit. De conclusie? We hebben in korte tijd heel veel gedaan en met al die ingrediënten hebben wij geconstateerd dat het gezond en veilig is om te sporten op deze rubbergranulaatvelden. Ik zou zeggen, ga lekker sporten. Maar 2 professoren die op het verzoek van het RIVM het onderzoek hebben begeleid, plaatsen in Zembla hun vraagtekens bij die stellige conclusie. Zo heeft het RIVM wetenschappelijk onderzoek naar gevoeligheid bij jonge kinderen niet meegenomen. Ook hebben ze niet gekeken naar hoe de verschillende giftige stoffen in het rubbergranulaat op elkaar reageren. Als je deze factoren meeneemt, zorgt dat er volgens de deskundigen voor dat het risico dat iemand kanker krijgt door blootstelling aan rubbergranulaat toeneemt. Vanuit de GGD's en het RIVM vond men onvoldoende reden om te zeggen dat die kindveiligheidsfactor hierin verwerkt moest worden. Omdat men vond dat het model op zich al beschermend genoeg is. Ik denk dat het de moeite waard is om, gegeven datgene waar we nu op gestuurd zijn, daar in een wat breder verband diepgaander over na te denken met de vraag of we ons risicomodel, als het om kinderen gaat, moeten aanscherpen. Op het moment dat het RIVM bezig is met zijn studie naar het rubbergranulaat, wordt ook door de Vrije Universiteit in Amsterdam een studie gestart met zebravisjes. Zebravisjes are also used to understand diseases like autism, ADHD, Alzheimer for example, but they are also widely used in cancer research. Because cancer progresses in zebrafish very similar with as in humans, and you can also induce human cancers in zebrafish and study them there. Tijdens het onderzoek van de VU worden embryo's van zebravisjes blootgesteld aan een extract van het rubbergranulaat, verzameld van meerdere velden. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ze gaan allemaal dood. Was that what you expected? No, especially not due to this hatching. I thought, okay, maybe some might die considering all the compounds that are in. But that is so specific and also was for all of these fields. I was pretty surprised about that. En dat was natuurlijk opvallend, want wij doen normaal gesproken dat onderzoek om te kijken of wij, ik wil niet zeggen minuscule afwijkingen, maar of wij afwijkingen zien. En als ze dan helemaal niet tot ontwikkeling komen, dan heb je duidelijk het gevoel dat er wat aan de hand is. We leggen deze voorlopige resultaten ook voor aan het RIVM. Maar volgens hen kun je met het zebravisjesonderzoek niet zeggen over gezondheidsrisico's bij mensen. Het zou een reden kunnen zijn om te zeggen van wij zijn iets minder stellig in ons oordeel over het feit dat het veilig is, nu we dit effect zien. Nee, daar zie ik geen aanleiding toe. Ook omdat ik niet de vertaling naar de gezondheid van de mens. Nou, daar heb ik dan nog helemaal geen aangrijpingspunt voor. Nou, ik ben gewoon hooglijk verbaasd, laat ik het dan maar zo zeggen, dat, over de reactie. Dat, bedoel, ik kom nou in een wat ongelukkig debat om dat zebravis te verdedigen, maar ik bedoel, het wordt zo ontzettend veel gedaan, dus het is gewoon een ernstige vergissing. Terwijl wetenschappers vraagtekens zetten bij de gezondheidseffecten van rubberkorrels, stuiten wij op nog een gevolg. Milieuvervuiling. Onder veel velden in Nederland is in het verleden een mengsel van zand of lava met rubbergranulaat gebruikt. Bij renovaties, als ik dan de mat opentrek om te kijken wat eronder zit, kom ik dingen tegen waar ik nog niet eerder van heb gehoord. Ja. Je hebt bijvoorbeeld deze met hele grote brokken. Ik kom nog eens tegen dat er nog het staal er nog uitsteekt. De meesten zien natuurlijk alleen maar aan de bovenkant van het veld en die hebben geen idee wat eronder ligt. We komen in het bezit van vertrouwelijke rapporten. Daaruit blijkt dat onder verschillende kunstgrasmatten in Nederland zware verontreiniging is aangetroffen met zink en andere zware metalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de vervuilde lagen. Wat kost het dan zo'n gemeente om dat te laten doen? Meer prijs moet je rekenen op over 100.000 euro. En extra. Dat is extra. Was daar ooit rekening mee gehouden toen dit werd aangelegd allemaal? Nee, natuurlijk niet. Daar was geen rekening mee gehouden. Nee, dat is duidelijk. En dan hebben we het nog niet eens gehad over milieuvervuiling door de korrels die op de velden liggen. Het RIVM waarschuwde al in 2007 dat gevaarlijke stoffen uit de korrels kunnen lekken. Ook vermoedt het RIVM dat er zink uitspoelt naar het grond- en oppervlaktewater rondom kunstgrasvelden. Wat mij betreft ook betekent dat men in het verleden nalatig is geweest. Want het was toch eigenlijk wel logisch geweest om dit niet op het oppervlaktewater af te wateren. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat de korrels niet netjes op het veld blijven liggen, maar dat er per veld jaarlijks zo'n 250 kilo aan vervuilende korrels in de bermen terechtkomt. Dat zijn zo'n 5 à 6 vuilniszakken vol. Wat moet er gebeuren met al die grond rondom die voetbalvelden? Er is een zorgplicht
in de wet bodembescherming opgenomen. En daar staat in dat je de bodem niet mag verontreinigen. En als je het wel hebt gedaan, dan moet je maatregelen nemen om dat ongedaan te maken. Dus ik zou zeggen, ja, opruimen en veel succes daarmee. Ook naar aanleiding van onze bevindingen over milieuvervuiling doet het RIVM een onderzoek. Het rubbergranulaat leidt inderdaad tot verhoogde concentraties vervuilende stoffen rondom de velden. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het water dat van de velden afkomt, is verontreinigd. En het OM komt in 2019 met een opmerkelijk besluit. Een beheerder van kunstgrasvelden in Enschede wordt strafrechtelijk vervolgd wegens overtreding van de wet bodembescherming. Vorige maand legde de rechter de beheerder van voetbalvelden in Enschede een boete op van duizenden euro's omdat rubberkorrels in het milieu terecht waren gekomen. De uitspraak legt een bom onder kunstgrasvelden, want op nagenoeg alle sportparken in Nederland belanden rubberkorrels buiten de velden. Het is de start van talloze juridische procedures die nog tot op de dag van vandaag spelen. Die zaken worden aangespannen door een groep bezorgde ouders van kinderen die sporten op kunstgras en die zich hebben verenigd in de stichting Kom van het Gras Af. Waarom zijn wij zo bezorgd? Nou, dat bleek al in de uitzending van Zembla, dus in oktober 2016... dat er toch veel meer stoffen uitkomen dan het RIVM of de overheid ons wil doen laten geloven. Dus daar zijn we nogal van geschrokken. Toen zijn we erin gedoken. Ja, en toen werd die ongerustheid die werd niet weggenomen. Ze dienden 70 handhavingsverzoeken in bij gemeenten die daardoor in actie moesten komen tegen de verspreiding van rubberkorrels buiten het veld. Er zijn ook gemeentes die de afgelopen jaren gewoon door zijn gegaan met het aanleggen van kunstgrasvelden met rubberkorrels. In 2022 bleek uit onderzoek van Eén Vandaag dat in 66 gemeenten de afgelopen 4 jaar nog nieuwe velden met rubbergranulaat werden aangelegd. Dus nadat er op mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's was gewezen. Maar vanaf 2031 is ook dat verleden tijd. Rubberkorrels, want die worden verboden op kunstgrasvelden. De korrels gaan in de ban omdat ze slecht zijn voor het milieu. En dan de vraag of het nou veilig is om te voetballen op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Want totdat het verbod ingaat, kan er nog volop gesport worden op de velden. Ondanks deze eerdere boodschap, ik zou zeggen, ga lekker sporten, kwam het RIVM in 2018 met het advies om het maximaal toegestane gehalte aan kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat, de zogenoemde PAX, drastisch te verlagen. In 2022 gingen die nieuwe normen in. Vanaf dat moment mag er van alle soorten PAX in totaal hooguit 20 milligram in 1 kilo rubbergranulaat zitten. Dat is een stuk minder dan de 1000 milligram die eerder was toegestaan. Maar betekent dit dat er dan helemaal geen gezondheidsrisico's meer zijn? We leggen ook dit voor aan Jacob de Boer. We hebben daar behalve PAX ook allerlei andere stoffen die zeg maar een beetje op die PAX lijken ook in aangetroffen. We hebben daar grote zorg over, maar je kunt niet zomaar kwantificeren van als je zoveel keer speelt daarop, dan krijg je kanker of zo. Zo is het gewoon niet. Maar wees daar nou gewoon terughoudend in. Hè? Dus als het niet nodig is, moet je het niet doen. Ja, en als we die velden dus straks niet meer hebben, dan hebben we die mogelijkheid in ieder geval helemaal weggenomen. En dat is natuurlijk toch wel heel fijn. Dus, wetenschappers twijfelen nog altijd of de korrels, met name voor kinderen, wel veilig zijn om op te sporten. Sommige gemeentes zijn inmiddels gestopt met rubberkorrels. Maar op andere plekken ging de aanleg de afgelopen jaren gewoon door. Terwijl uit ons onderzoek blijkt dat de korrels het milieu ernstig vervuilen. Vorig jaar werd bekend dat er vanaf 2031 een Europees verbod geldt op de rubberkorrels. Maar tot die tijd mogen formale autobanden nog steeds uitgestrooid worden over kunstgrasvelden. I didn't play any football matches here, but it was all the training in that goal there. Yeah, it brings back bad memories. It does. For me, yeah, because I haven't been back here since. And I used to bring Lewis here week in, week out. If I knew then what I know now, I wouldn't have walked through those gates. Wil je weten wat we nog meer hebben ontdekt? Check dan ook ons kunstgrasdossier op de website. Hier hebben we alle ontwikkelingen ingezet van de afgelopen jaren. Vind jij onderzoeksjournalistiek interessant en wil je nou nooit meer een video missen van Zembla? Abonneer je dan op ons kanaal. Dit was Zembla onderzoekt.